Wist je dat er in Vlaanderen tienduizenden monumenten te vinden zijn? Tel daarbij nog eens prachtige historische landschappen en honderden archeologische sites. De kans is heel groot dat er achter jouw eigen hoek een bijzonder stukje geschiedenis schuilt. Ga op zondag 10 september op verkenning in je eigen buurt. Bezoek authentieke kastelen vol vleermuizen. Bewonder reusachtige loodsen, indrukwekkende machines en droom weg bij ons industriële verleden. Kijk binnen in privéwoningen met een bijzondere architectuur. Ontdek archeologische sites waar wetenschappers het verleden letterlijk van onder het stof halen. We staan hier op het grafveld van het Heike in Ravels. Het is een urnenveld uit de vroege ijzertijd van zo'n 2600 jaar geleden. De grafheuvels zijn gereconstrueerd op basis van opgravingen uit de jaren 80. Bezoek eeuwenoude kerken die een nieuwe bestemming kregen. We staan naast de laatste gebouwde Jezuïtenkerk in België, die in 2004 werd aangekocht door een enthousiaste groep Liernaars en die ze herbestemd hebben als repetitie- en concertruimte in aansluiting op de Muziekacademie van Lier, de grootste muziekschool van ons land. We hebben in Vlaanderen een groot hart voor ons erfgoed. Wat waardevol is, willen we bewaren en beschermen, zodat alle toekomstige generaties er nog jarenlang van kunnen genieten. Tijdens Open Monumentendag zetten honderden monumenten over heel Vlaanderen gratis hun deuren open. Zondag 10 september aanstaande beleven wij de 29e Open Monumentendag. Dit is het jaarlijks feest van ons onroerend erfgoed. U zult pareltjes kunnen bezoeken die anders niet open zijn voor het publiek. Maar liefst 226 Vlaamse gemeenten nemen deel. Er zijn 1002 activiteiten, 52 daarvan zetten in op archeologie, 220 op erfgoed en natuur. De Vlaamse regering zet voortdurend in op de verbetering van ons onroerend erfgoedbeleid. Zo zijn er twee nieuwe fiscale stimulansen, met name de vermindering van het aankooprecht en de vermindering van de schenkbelasting voor onroerend erfgoed. En daarnaast, nieuw vanaf deze maand, is er de goedkope erfgoedlening voor een maximum van 250.000 euro voor zowel eigenaars van onroerend erfgoed als eigenaars van onroerend goed dat voorkomt op de inventaris van het bouwkundig erfgoed. We nemen die maatregelen om nog beter dan voorheen te kunnen inzetten op behoud, onderhoud, herstel van ons prachtig patrimonium. Dit jaar is het programma van Open Monumentendag wel bijzonder aantrekkelijk. Vooral ook omdat het samenvalt met de Dag van de Architectuur. U zult kunnen genieten van erfgoed, van monumenten en van moderne architectuur. Oud en nieuw komen elkaar tegen. Ik zal er alvast bij zijn komende zondag. Ik hoop u ook. Tot zondag. Ook nieuwsgierig naar Vlaanderens mooiste monumenten? Kom dan naar Open Monumentendag op zondag 10 september en bezoek honderden unieke locaties met heel de familie. Alle info op openmonumentendag.be in samenwerking met onze partners.